Bert de Jong, goedemorgen. Goedemorgen Henk. Ja, we staan hier op de Nieuwstraat in Medemblik. Algeheel probleem, de parkeerellende. Wat moeten we daar nou toch aan doen? Het wordt in ieder geval zaak dat er een keer beslissingen worden genomen nu. Want we wachten al heel lang. We zitten nu te wachten op alle ontwikkelingen op de kop van de Nieuwstraat. Wat daar gebeurt met buitendijks parkeren, maar ook in de binnenstad. Zijn er plannen voor parkeervergunningen in de Oosthoek? Waarom niet Oud-West erbij? Problematiek is voor de hele binnenstad van Medemblik. En het wordt nu tijd dat er een keer wat gaat gebeuren. En niet onderzoeken afwachten op onderzoek op onderzoek. Want we hebben er al zeker 10 jaar over. En nou is het ook nog zo dat de middenstand hier in Medemblik, op de Nieuwstraat vooral, ja, die klagen toch, die hebben ook al geklaagd over het feit dat de horeca zoveel parkeerruimte nu in beslag neemt, terwijl ze al wel weer gewoon open zijn. Ja, ik heb daar op zich op dit moment niet zoveel moeite mee. Ik denk dat we daarmee de horeca op dit moment tegemoet komen. Maar dat we daar wel zeker naar voor het volgende jaar moeten gaan kijken hoe we dat gaan regelen. Want als je parkeerplaatsen afneemt van die binnenstad, betekent dat de parkeerdruk zich dus verplaatst. Dus ik snap het wel. En op dit moment denk ik dat we de horeca nog even moeten ontzien. En dat we zeker voor 2022 moeten kijken wat dan een permanente oplossing gaat worden. Ja, nu zitten we dus ook met de kop van de Nieuwstraat, de Dam. Daar zouden ook allemaal parkeerplaatsen komen. Is daar al wat meer over bekend? Daar is nog steeds niks over bekend. Dat is nog steeds in onderzoek. Er zijn allemaal onderzoekingen als het gaat om buitendijks parkeren. Wat moet daar gebeuren? Kijk, het ondergronds parkeren, parkeergarages, dat is natuurlijk op die plek gewoon niet te doen. Maar het wordt wel zaak dat we wel iets gaan doen. Ja, en ook daar buiten dijks, dat wordt er dan ook direct meegenomen? Ja, dat zou iets kunnen zijn wat eerder kan. Maar we kunnen niet nog een jaar wachten, want we wachten al zo lang. Ja, dan krijgen we op gedempt achterom, op de gronden van Kool, daar komen allemaal appartementen. Ook weer extra auto's. Ja. Is daar rekening mee gehouden? Ja, ik denk dat je daar rekening mee moet gaan houden als je het project gaat aanbesteden. Dat daar inderdaad, of het daar ondergronds is of wat dan ook, niet van parkeerplaatsen zijn. Maar niet dat de buurt weer last heeft van het creëren van allemaal woningen. Kijk, er is een woningtekort, er moet wat gebeuren. We hebben hier in de binnenstad ook veel winkelpanden die worden omgebouwd naar appartementen. Prima, dat hebben we ook nodig. Maar de parkeerdruk wordt er alleen maar groter door. Dus het wordt tijd dat we nu knopen gaan doorhakken. Nu was er ooit een plan, 2 jaar geleden werd die ingediend door een medemblik bedrijf, om buitengaats, waar nu de steiger ligt, om daar te gaan dempen. Daar een grote haven gaan maken voor de witte vloot, maar ook direct 300 parkeerplaatsen. Waarom is dat plan eigenlijk nooit opgepakt? Ja, dat plan is door de raad afgeserveerd, dus dat kreeg geen meerderheid. Ja goed, en dat betekent dat je het op een andere manier, andere plannen moet gaan ontwikkelen. Maar het is nu wel 2021 en wat ik zei, we wachten al zo lang. Er moet wel wat gebeuren op korte termijn. Ja, en we nog natuurlijk als laatste punt, de vrachtwagens. Het is verboden om vanaf de richting Hogesteeg de Nieuwstraat op te rijden voor vrachtwagens. Staat ook duidelijk aangegeven met borden, maar bij de rotonde op de Westersingel, daar staat duidelijk enkel voor bestemmingsverkeer. Klopt. Het is voor die vrachtwagenchauffeurs natuurlijk ook behoorlijk onduidelijk wat ze nu wel of niet mogen. Is het gewoon niet beter om het maar op te heffen? Nou ja, kijk, het zwakke punt met heel veel maatregelen is, als je niet handhaaft en er is geen controle, dan zie je dat regels, je voert ze wel in, maar ze worden niet nageleefd. Ik heb ook schriftelijke vragen erover gesteld. Ook omdat ik soms het gevoel heb dat vrachtwagens de Westerhaven gebruiken om toch op deze kant de Nieuwstraat in te kunnen rijden. Er moet een verkeersreguleringsplan komen waarin duidelijk alles wordt opgenomen hoe we het graag willen in die binnenstad. We hebben natuurlijk ooit ook gehad over autoluw maken. Nou goed, dat kreeg tot voorlopig nog geen meerderheid in die raad. Maar dat zijn ook de ideeën om die middenstad weer aantrekkelijk te maken voor iedereen. Voor ondernemers, maar ook voor winkelend publiek en voor toeristen.